Dit is een podcast van 3FM en VPRO. Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. De Machine nummer 67 vindt plaats in een beetje buiten onze comfortzone, Niels. Ja, we zitten in een nieuwe studio, want er wordt hier gewerkt en gesloopt en geschuurd en getimmerd. Ik zit onder een boom. Ja, er zit een boom in de studio. Ja. Maar de machine is natuurlijk oud en vertrouwd. We gaan het hebben over de belangrijkste nieuwtjes uit de muziekindustrie van de afgelopen tijd. Die dingen die nu spelen, die belangrijk zijn. Niels, eerst maar eens even, waar gaan we het niet over hebben? We gaan het niet hebben over Studio Brussel. Die zitten in quarantaine. Helemaal, hè? Ja, allemaal. Twee mensen bij het kernteam van de zender, die hebben het coronavirus te pakken. En iedereen moet dus thuis werken. En de enige twee shows die ze wel met presentatie uit zijn ochtend- en de namiddagshow. De rest hoor je alleen maar muziek. Wauw, man, dat is echt een heftig besluit. Ja. Ja. Ja, ik vraag hele zender op zijn gat. Ja, ik vraag me dan af. Je kan toch ook gewoon vanuit huis uitzenden? Volgens mij doet Rob Stenders het ook regelmatig vanuit Almere. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Misschien moeten de mensen van Studio Brussel even laten weten. Belangenverenigingen, popauteurs en BAM fuseren. Dat is een nieuwtje in de categorie. Ja, hallo. Ja, precies. Want waarom waren er twee belangenclubs die min of meer hetzelfde... Ja, dezelfde groep artiesten beheerden. Nou, dat komt schijnbaar omdat popauteurs naar de zin van een heleboel uitvoerende en zelfs schrijvende artiesten het niet goed deed. En ze hebben nu een soort gezamenlijke koers gevonden en daarom zijn ze gaan fuseren. En dat lijkt me een hele goede zaak. Lijkt mij ook, ja, zeker. Bundelen. Power. Afgelopen weekend was de nachtwachtdemonstratie op het Museumplein een betoging voor het nachtleven. Geïnitieerd door de clubs in de hoofdstad. Die natuurlijk echt niet blij zijn dat met ook weer de laatste persconferentie het weer niet over de clubs gaat en er geen perspectief wordt geboden. Nou, het ging er wel over, maar het ging er vooral over dat er echt niks kan. Nee, er kan niks. Wij waren er ook en we zagen heel veel veteranenclub-eigenaren, DJ's. Weinig jong uitgaanspubliek, vond ik. Ja. We hebben in 3 voor 12 of in Club Carter afgelopen... Club Carter, moet je mij horen. Club Kleven. Club Kleven, ja. Club Kleven. Afgelopen zaterdag kwam Joost van Bellen aan het woord. Die was er ook. Maar ja, dat is natuurlijk de generatie die wel op de bres gaat voor het klimaat. Die jongeren en Black Lives Matter. Maar dit vinden ze toch... Blijkt me niet belangrijk genoeg. Ja. Een luxe misschien in hun leven. Ja, misschien. Gaan we het er helemaal niet over hebben. Ook niet over Aquatie, die is weer onder vuur komen te liggen. Allerlei opiniemakers, geen stijl, columnisten, DWDD-gezichten. Die vinden nu iets van tweets van jaren geleden, waarin hij zich nogal expliciet uitspreekt over het liquideren van Sinterklaas. Ja. Niet handig. Nee. Nee, hij heeft inmiddels zijn Twitter-account verwijderd. Ja, gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het ook niet hebben over de lead singer van The Village People. Die zongen toch niet? Tenminste, ik denk dat de mensen die wij daar op podium zagen... Jij hebt dit bedacht. Ja, jij hebt het opgeschreven. Ja, er staat bij... Er zit je eigen voorbereiding voor te dragen. Ja, maar de liedzanger van de Village People. Maar terwijl ik het voor... Dan die Indiaan of de politieagent? Het is de politieagent. Het is die... Het is de politieagent, dat heb ik wel even uitgezocht. Okay. Ja, maar volgens mij, joh, dat is net als met Milli Vanilli. Volgens mij zag je heel wat andere mensen. Nee, deze waren echt... Nee. Wat is er met de liedzanger... politieagent van de Village People. Die Indianen, die bouwvakken, die willen dus dat Trump YMCA niet meer gebruikt in de campagnes. Maar die politieagent heeft er wat minder moeite mee. En Doet hij dat? Gebruikt hij dat YMCA? Ja, nou, de aanhangers schijnen het nummer te gebruiken met een andere tekst. Dus een soort bruiloftslied worden dan, denk ik. Ik weet niet wat ze dan de initialen van Donald Trump op YMCA roepen. Weet ik veel. Anyway. MAGA, lijkt me. Ja. Ja, oh, dat zal het zijn, ja. Ja, dat zal het zijn. Nou goed, anyway, de politieagent heeft er niet zijn problemen mee. En dat is weer een probleem voor de rest van de band. Want de politieagent heeft auteursrechten in handen van YMCA. Dus die heeft er alles over te zeggen. Hij zegt wel overigens dat hij het er niet mee eens is en zich er geen Trump supporter is. Maar hij vindt het niet zo bezwaarlijk dat hij een rechtszaak begint. Ja. Ja, en waar we het ook niet over gaan hebben, is de tune van de machine. Want daar kregen we een DM over in Twitter. We willen het er toch heel kort even over hebben. Die is door onze collega Max gemaakt. Eerder wie eerder toekomt. Riptide is hij op Twitter. Er werd gevraagd, maakt hij nog meer muziek? Dat heeft hij volgens mij in het verleden gedaan. Zeker. Dus Max, delen die handel, want er zijn mensen die je spullen mooi vinden. Er moet een extended version ooit van komen, hè, van de machine tune. Ja, en ik wil heel graag een Errol Alkin remix. Kan dat? Ik denk dat Max dat ook wel zou willen. Ja.
Oké, en het laatste waar we het niet over gaan hebben. Je kunt weer stemmen op de Dutch Podcast Awards. Daar moeten we het niet over hebben. Stem gewoon op een nomineer een leuke andere podcast. Psycho Candy, De Klap van de Molen. Niet te missen. Mooie podcast van Aafke Romein over de Tweede Wereldoorlog. Over haar familie in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn zoveel mooie podcasts. Stem er gewoon op. Ja. Nomineer ze. Dutch Podcast Awards. Wat gaan we wel doen? We gaan het straks hebben over de roman van Diewertje Heuvelings. Waar wij toch al wel een beetje nieuwsgierig naar uitkeken. Zij was namelijk de vrouw die alle playlists van Nederland samenstelde op Spotify. We gaan het hebben over de muzikale legacy van De Wereld Draait Door. Nu er een nieuw programma is dat De Vooravond heet. Maar eerst een winnaar in de coronacrisis. Ja, een van de, want die zijn er toch wel hoor. Ja, nou, raden wat het is. Ja. Luisteraars, wat is nu in de muziekindustrie een winnaar in de briefkaarten naar Hilversum, Postbus 51. Nee, we gaan het verklappen. Het is de vinylverkopers zijn grote winnaars, bleken wij. We hebben een aantal mensen gesproken. Ja. Het bericht kwam al via verschillende kanten tot ons. Ja, vooral via DJ Mag. Er was een bericht dat Discogs, natuurlijk het online verkopen van vinyl, dat 33% omhoog was. Het is niet gegaan. Alleen vinyl, hè? Ook cd's. Ik heb mijn hele voorraad cd's naar iemand gebracht die dat voor mij op Discogs aan het invoeren is. En hij krijgt de helft en ik krijg de helft. En ik dacht dat we daarmee op Koningsdag op de markt gingen staan. Ja, maar ik was een beetje zat om naast jou en Marlijn te staan. Ongelooflijk. Ja. Ja, 33% omhoog. Dat vind ik opvallend. Ja. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een goed nieuws in de crisis. Wat ik begreep is dat er aanvankelijk een dip in alle verkopen zat. Dat iedereen eventjes in maart dacht, oh, wat gaat er gebeuren? En dat iedere winkel dat gemerkt heeft. Maar de vinylverkopen zijn daarna eigenlijk direct omhoog gegaan. Ja, wij wilden natuurlijk weten of dat in Nederland ook zo is. We hebben het gevraagd even bij onze vriendinnen van Velvet Amsterdam. Die zeiden ja, dat klopt bij ons ook. Ik heb het gevraagd aan Dick van Dijk van Plato en Concerto. Ja, hij zei ja, klopt bij ons ook. Niet alleen in de winkels, maar ook hij zei, we hebben ook bijvoorbeeld exclusieve releases gedaan. Hij had net een nieuwe exclusieve Rolling Stones release. Ja, ik hoef hem niet te hebben, maar Rolling Stones fans duidelijk wel. Zijn daar heel blij mee. Op oranje vinyl geloof ik, die Goathead Soup. Ja. En ik dacht, ik ga even bellen met Mark Kneppers. Mark Kneppers kennen we van Krakersmaak. Maar eigenlijk toch vooral als de grootste Discogs-verkoper van Nederland. En ook is hij betrokken bij fysieke winkels Velvet Leiden en 3345 in Den Haag. Herkent hij dit ook? Nou ja, kijk, toen het begon ging het natuurlijk mis. Toen hadden we nog, denk ik, 20% over van normale omzet. En online zakte het voor de helft terug, de eerste weken. Maar daarna begon online al snel aan te trekken natuurlijk. En dat heeft zich eigenlijk gewoon in een soort stijgende lijn doorgezet. En nu, afgelopen week met de Record Store Day erbij. Het is ongelooflijk. Mensen geven ook zo makkelijk geld uit. Ook dure items die ik al jaren te koop heb staan. Die gaan nu alsof het gewoon 5 euro is of zo. Kijk, dat online is één. Maar ik zie het ook in de winkels, in de Velvet en in 3345, gewoon de fysieke winkels, gaan ook gewoon echt ver boven gemiddeld. Deze zomer was echt het beste in jaren. Normaal is het altijd dat je, januari is al oké, in februari, en dan zakt het gewoon in eigenlijk het hele middenstuk van het jaar. Dan ga je de schuld in en dan tegen het eind van het jaar trek je dat dan recht met de decemberverkopen. Maar nu zitten we al, hebben we eigenlijk nagenoeg weinig schuld. Verrast jou dit, Niels? Nee, nou ja, de vinylverkopen op zich vind ik wel verrast. Vooral ook in de omvang waar die Mark vertelt. Dat het echt zo echt heel groot is. Als hij echt zegt van in de zomer zaten we normaal gesproken in de schulden. Bijvoorbeeld in de winkels heb ik gehoord. Dat je daar dan in de zomer uit bent, dat vind ik groot. Maar het is iets, ik herken het in die zin. En de berichten, als je een beetje goed hebt opgelet, zie je het in meerdere dingen terug. Bij de start van de coronacrisis, dus maart, april zeg maar, toen die eerste grote maatregelen werden genomen en die lockdown werd geïnitieerd, kan ik me ook herinneren dat er berichten waren dat de skiers niet aan te slepen waren. Een bericht op het Jeugdjournaal, meen ik. Ja, maar dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat je niet kon sporten in je sportschool of je voetbalteam. Ja, maar ook, wij hadden het er volgens mij afgelopen zomer ook over. Jij zit er ernstig over te denken om een racefiets aan te schaffen. En ik had het erover met mijn collega Rick van onze digitale afdeling, die ook een fervent racefietser is. Die had zijn fiets, dure fiets, bij de fietsenmaker laten brengen. En daar had hij ook eventjes een praatje mee aangeknoopt. En die was zei ook dat niet te doen, hè? Het was niet te doen. Fietsen van 1500 euro, en dat is een hoop geld. Voor veel mensen volgens mij het vakantiegeld.
Die waren gewoon niet meer te krijgen. Wachttijden van maanden tot een half jaar. En hij zei, op het moment dat mensen die fietsen niet meteen konden meenemen, gingen ze gewoon kijken naar duurdere fietsen. €2500. Nou, dat is een behoorlijke hap geld. Ja. Ja. En als je die dan wel meteen mee kon nemen, oké, €2500. En dat is natuurlijk eigenlijk sluit ook aan bij wat Marca hier vertelt. Die zegt, nou ja, bedragen boven de €100. Die dingen die al heel lang had staan. Die al heel lang staan, weg. Want je moet even voorstellen hoe dat gaat. Een Discogs-verkoper zijn. Hij heeft dus een grote loods in Leiden staan, waar hij gewoon allemaal partijen in heeft staan die hij opgekocht heeft. Dat is wat hij doet. Ja. Hij haalt gewoon bij mensen die er vanaf willen, haalt die dingen op. En er zitten natuurlijk rotzooi tussen. Maar er zitten ook dingen tussen die gewoon eigenlijk wel wat waard zijn. En daar heeft hij dus kennelijk geduld mee. Die staan gewoon soms al jaren op Discogs. En te wachten tot iemand, die ene persoon, die kan in Saoedi-Arabië of in België of in Japan wonen, tot die ene mens langskomt die denkt, ja, dat heb ik ervoor over. Ja, en dan laat hij de werkstudenten die plaat uit zijn voorraad halen. Hij zegt, ik heb normaal gesproken zijn de orders heel vaak €40. Hè, dan koop je bij wijze van spreken twee platen of één hele mooie dure. Hij zegt, nu heb ik regelmatig orders die over de €100 gaan. En dat is in de winkel, ja, ik heb ook in een platenzaak gewerkt in een paar jaar. En dan weet je ook van de meeste mensen kopen gewoon één of twee cd'tjes, misschien drie of platen. Mensen die over de €100 gaan, nou, daar kneep je je handen bij dicht, hè, die in de winkel. Een, mis die je van zo'n stoffen tasje. Ja, ja, ja toch? Precies. Ja. Ja, stoffen tasje voor life eigenlijk Ja, zeker. Ja, dat zijn mensen, daar veer je van op in de winkel. Dan denk je, wauw, als ik daar één van heb op een dag, dan ben je al blij. Ja, en zo werkt retail natuurlijk. Hè. Dat vergissen heel veel mensen in. Het is natuurlijk ook jarenlang gegaan over de dalende cd-verkopen. Ja. Maar waarom is vinyl zo'n goede vervanger daarvoor geweest? Voor de doodsimpele reden dat het altijd een hogere kassa-aanslag is geweest dan één cd. Eén vinylplaat. Nou ja, zeker nu, omdat die prijzen van vinyl, daar klagen natuurlijk ook heel veel mensen over, toch weer worden opgerekt de afgelopen paar jaar. Dat is zomaar tussen de €15 en €30. Dat is allemaal niet ingewikkeld. Zeker voor mooie nieuwe platen op dikke plakken vinyl betaal je €30. Terwijl een cd natuurlijk al jarenlang per stuk in prijs aan het dalen is. Die moet je, ik denk dat niemand daar meer dan een tientje voor betaalt. Wanneer is het voor het laatst geweest dat jij een cd hebt gekocht? Nou, ik denk ook wel, dat moet je niet vergeten, dat de mensen die nu nog cd's en vinyl kopen, zijn ook loyale klanten. Mark zei ook, ja, in die eerste weken dat mensen dus letterlijk de drempel van een winkel niet over wilden stappen. Hè, levensmiddelen oké, maar je gaat niet een boek of een plaat in de stad halen. Dat doe je niet. Waren er dus wel degelijk vaste klanten van die winkel. En daar ging het over Velvet in Leiden. Die hebben een trouwe klanten achterban die al jaren daar komen. En er waren mensen die kwamen die eerste twee weken elke dag. Wauw. Die zeiden van, kom ik gewoon een cd'tje kopen, want dan komen jullie steunen, want de mensen komen niet. Ik kom wel. Ja, ik kom elke dag support een cd'tje. Your local scene. En dat zijn natuurlijk inderdaad ook de mensen die dus in die periode dachten van, ja, god, ik ben niet uit eten geweest. Ik heb €100 over, wat ga ik ermee doen? Nou, dan kan ik lekker uitgeven aan mijn hobby. Ja, wat geef je dan na dat stoffen tasje? Want deze mensen die komen elke dag en die hebben deze natuurlijk mensen zijn, ja, nou ja. Maar en tegelijkertijd zie je dus ook, en dat is dan weer mijn thuissituatie. Mijn geliefde die zit in de platenspelers en die doet in die crosslease. Dat zijn echt instapmodellen. Hè? Dat zijn dingen die overigens heel veel door vrouwen gekocht worden, jonge vrouwen. Mensen die willen beginnen met muziek verzamelen. Die gaan luisteren en die bij wijze van spreken Lizzo of Amy Winehouse op vinyl willen hebben. En die niet meteen een hele dure draaitafel kopen. Nee, die beginnen, maar die kopen dus een draaitafel en die willen ook platen kopen. Dus ja, dat zijn ook mensen die je waarschijnlijk terug gaat zien in deze verkoopcijfers. Ja, het is altijd heel verleidelijk om dan inderdaad Back to Black en Rumors te zien als platen die dan dus alleen maar door oude mensen worden gekocht. Nee, maar dat is dus niet de zo. Reden waarom die platen al jarenlang top 5 staan. Back to Black is volgens mij al jaren nummer 1. Is omdat die ook door jonge verkopers worden gekocht. Dat de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, dat is hetzelfde verhaal als Bohemian Rhapsody die op 1 in top 2000. Denkt iedereen, oh, dat zijn die oude blanke mannen. Nee, dat zijn dus hele volkstammen van 17 en 18... die dit nummer bij papa en mama hebben gehoord en het net zo hard naar 1 stemmen. Anders sta je daar niet op 1. Ja, en die dat lekker op hun kamer willen draaien kennelijk. En die moeten ook beginnen met een collectie verzamelen. En dan heb je er eerst 5 en dan heb je er 10 en dan heb je er 30. En ja, dan zo door. Het is niet alleen een Hosanna-verhaal over Discogs, want nu we daar toch zijn, kunnen we daar misschien ook wel even over hebben. En ik zag het de afgelopen weken met name op mijn favoriete social medium Twitter wel voorbij komen. Wij volgen natuurlijk veel muziekliefhebbers, veel platenhandelaars en altijd wat mensen die tips kunnen geven. Journalisten, muziekjournalisten. En daar zitten ook wat mensen bij die wel eens wat kopen of verkopen op Discogs. En er waren behoorlijk wat klachten over Discogs de afgelopen week, maanden. Discogs is machtig, hè? En als je machtig bent, dan ga je regels verzinnen die niet iedereen leuk vindt. Nee, klopt. En dat is hier duidelijk aan de hand. Er was al overal gemorden. Dus ik heb het even aan Jan Kooi gevraagd. Die heeft een hele fijne plaatszaak in Groningen, LP.
waar we altijd graag komen op het moment dat we er toch zijn voor Eurosonic Noorderslag. Kloppend rock'n'roll hart van de stad. Ja, zeker als je wil weten wat de garage rockbandjes je nu weer moeten aanschaffen, omdat ze een echt goede plaat hebben gemaakt. Dan moet je altijd eventjes op de Twitter timeline van Jan kijken. Maar ook even kijken wat hij naast een winkel, eigenlijk hetzelfde wat Mark net verteld, heeft hij ook een vrij levendige handel online. Hij stuurt mensen veel op. Ik zie hem altijd zeggen van deze plaat is fantastisch. Ik krijg 8 van binnen. Wie wil ze hebben? En 10 minuten later is hij 8 platen kwijt. Dus dat doet hij hartstikke goed. Hij klaagt zeker niet over de verkomende coronatijd. Hij herkende wat Mark en wat wij hier aan de orde stellen. Sommige mensen geven geen geld meer uit in de kroeg. Gaan ook niet meer naar concerten, want die zijn niet. En kopen in plaats daarvan wat vaker een plaatje. Dus daar was hij hartstikke blij mee. Maar veel klachten over het aangepaste beleid van Discogs. Er zijn een paar dingen die Discogs heeft aangepast. Ze eisen dat je voor alles van tevoren de porto invult. Nou, dat klinkt heel simpel, maar dat is voor kleine verkopers enorm veel werk. Maar wacht even. Dus als ik een plaat koop, dan krijg ik meteen te zien wat het kost om hem te versturen. Ja, maar je moet dus de porto van tevoren invullen. En die verschilt per land, per formaat, per gewicht. Je moet soms track and trace, dus dat mensen hun pakketje kunnen volgen. Ik snap wel dat het vervelend is voor een kleine plaatzaak, maar ik wil ook, als ik een plaat koop op Discogs, wil ik dat ook zien, toch? Ja, maar je moet dat dus blijkbaar als verkoper allemaal stuk voor stuk invoeren. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend veel werk. Ja. Verstuur van facturen hebben ze tussenuit gehaald. Ze lijken PayPal verplicht te gaan stellen. Dat is natuurlijk voor de Nederlandse markt heel, als je denkt veel verstuurt in Nederland, heel raar. Want wij zijn natuurlijk allemaal gewend om met iDeal te betalen, ja. Soms met creditcards. Maar PayPal is hier niet echt een we zijn geen grootverbruikers van dat platform. Nou ja, de bankoverschrijving die biedt Jan dan vaak aan, omdat dat goedkoper is dan PayPal. En het probleem, zegt hij, is dat je als winkel, dus als kleine verkoper, eigenlijk helemaal je middelvinger niet naar Discogs kunt opsteken. Precies om de reden die je aangeeft. Ze zijn te machtig geworden. Ik zag een tweet voorbij komen. Wat er natuurlijk is gebeurd, is dat die kleine verkopers, die enorme aantallen kleine verkopers wereldwijd, hebben natuurlijk het voorraadsysteem en de data van Discogs de afgelopen jaren totaal gevoed. Want als jij daar een plaat aanbiedt, elke versie van een plaat is daar ingevoerd. Hè? Ingevoerd door de mensen die daar platen verkopen. En dan hebben daarmee dus automatisch een gigantische. Al verzamelen, hè? Want het is eigenlijk natuurlijk begonnen als je kunt ook je verzameling erop zetten, toch? Ja, je hoeft hem niet per se te verkopen. Het is ook een manier om je verzameling te registreren of doorzoekbaar te maken. Maar dan kun je aangeven welk format het is. Is het vinyl? Is het een cd? Is het een 12 inch? Is het een lp? Is die in welke staat? Is die? Is de hoes origineel? Welke persing? Nou ja, goed. Je kan alle details van die platen en cd's kun je invoeren. En daarmee heeft Discogs met de hulp van hun gebruikers natuurlijk het allergrootste, het allerbelangrijkste, het meest gedetailleerde databestand met betrekking tot muziekverkopen gekregen. Voorop, want die mensen zijn natuurlijk thuis allemaal aan het inkloppen geweest en nu gaan ze de regels veranderen. Dus daar zijn mensen echt wel pissig over. En dat snap ik. Discogs lijkt zich volledig uit te leveren aan hele grote verkopers, zegt Jan. Met flat rates en free shipping. Ja, free shipping is natuurlijk net zoiets wat een bol.com of een Amazon probleemloos doet. Want dat gooien ze gewoon op de grote hoop. Maar als jij een kleine verkoper bent, is free shipping gewoon, ja, dat moet je gewoon uit eigen zak betalen. Want voor niets gaat de zon op. Discogs is natuurlijk echt zo'n typisch voorbeeld van iets wat helemaal te gek is en helemaal kut tegelijkertijd. Ja. Want het is natuurlijk ook, ja, vroeger als je naar een platenzaak ging en je zocht een bepaalde plaat, dan ging je gewoon in die bak bladeren. Ja. Dat was natuurlijk leuk. Ja, maar nu, bladeren in Discogs is ook leuk. Maar als het de spelregels halverwege worden veranderd, wordt het toch iets minder. Maar goed, we hebben in elk geval goed nieuws over de platenzaken. Precies. En ik heb ooit een keer van mijn vriendin een weddenschap verloren. Want het eerste wat zij ooit tegen mij zei was: goh, jij bent toch Atze? Ja. Waarom haat jij platenzaken? Wat dan? Was haar openingszin. Toen zei ik, nou, ik haat ze niet, maar ze zijn wel boven 5 jaar allemaal dicht. Toen heb ik die weddenschap verloren, want het is niet zo. Ja, en wat verloor je? Ik moest mijn platenspeler weer aansluiten. Nou ja, dat heb je met veel plezier gedaan. Ja. Ja, heel goed. Ja. Oké, okay. Diewoertje Heuvelings. Kennen we haar nog? Ja, ze is even een beetje uit beeld geweest, want ze ging naar Amerika. Maar daarvoor was Diewoertje Miss Spotify. Mag je eigenlijk niet zeggen, want ze is gewoon Diewoertje. Ja. Maar zij was degene die alle playlists van Nederland samenstelde namens de Zweedse muziekdienst. Ja, moeten we een klein beetje een aantekening bij maken, want nu kun je dat niet meer voorstellen, want daar zitten natuurlijk tientallen mensen op kantoor. Omdat ze deden 104, hè? Ja, nou, 104. Kijk, is toen al. Maar we hebben het over, wat is het, 4, 5 jaar geleden. En toen kwamen al die playlisten en die gatekeepers. Nee, al eerder. Ja? Ja.
Die gatekeepers, nou, die werden toen echt belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ze kwamen niet op en ze waren er natuurlijk al veel eerder. Ze waren er met het hele platform, maar de rol van die playlisten begon toen echt te veranderen. Ja, dat is echt een hele bewuste keuze geweest van Spotify. Maar ik wil het even over één begrip hebben, want de reden dat we over haar gaan praten is dat ze een roman heeft geschreven. En die heet Anxiety. Een roman heeft ze geschreven, ja. Anxiety. Heb jij dat? Nee, nou, vertel me eerst maar eens wat het is. Nou, misschien moet Diewoetje even vertellen wat het is. Anxiety. Anxiety is de vrees voor dat je de aux-kabel in je handen hebt en moet besluiten wat het volgende liedje wordt. En dan vooral in de omgeving van mensen met een hele goede muzieksmaak. Dat is de main reden. Maar hoe ik dit ook nog heb geschreven, kan het ook zijn wat je oploopt wanneer je heel lang in de muziekindustrie werkt. Ja, dat je zoveel muziek hoort dat je eigenlijk het gevoel voor de muziek waar je ooit mee begon kwijt begint te raken. Ja, ja. En voor mijn gevoel zit er zowel in het boek als in elk geval, zoals ik het interpreteer, nog een betekenis aan. En dat is dat we leven in een tijd waarin we allemaal een soort collectieve anxiety oplopen. Dat we niet meer dat stapeltje met platen of cd's naast de speler hebben liggen waar we het even mee moeten doen de komende 3 maanden. Maar dat je alles op kan zetten en dat je gewoon eigenlijk niet meer weet wat. Ja. In die betekenis moet je namelijk aan ook herkennen. Jazeker, want dat is natuurlijk ook waarom in mijn ogen playlists zo succesvol zijn geworden. Is omdat zelfs mensen die dus heel veel van muziek weten, op een gegeven moment niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. En de hele tijd ook in een soort van filterbubbel zitten van hun eigen smaak. En playlists hebben dat eigenlijk op een hele interessante manier opgelost, de zaakjes. En dan kun je natuurlijk zeggen dat dat ook weer een filterbubbel is. Maar dat je gewoon niet meer weet waar je moet zoeken. En dan ga je maar naar een playlist van een major streaming service om daar te gaan kijken of zij jou iets aan kunnen bieden. Iets wat ik bijvoorbeeld 15 jaar geleden nooit had gedacht dat ik ooit zou doen. In hoeverre is dit nou eigenlijk een probleem, die anxiety, die collectieve anxiety? Ik denk dat het te maken het staat natuurlijk gewoon gelijk aan alles in het leven wat de hele tijd mogelijk is. We kunnen naar Bali, we kunnen naar de Paaseilanden. We kunnen allemaal dingen doen die onze ouders en onze grootouders nooit konden doen. En we kunnen allemaal dingen kopen en ervaringen doen die eigenlijk heel nieuw zijn. Dus de muziekconsumptie staat daar gelijk aan met alle andere dingen die mogelijk zijn in de wereld op dit moment. Dus het is, op dit moment misschien wat minder. Maar het is dus niet zo dat dat alleen iets is in de muziekwereld. Alleen ik denk wel dat als het overvloed is, dat je dan ook moeilijker kan kiezen. En dat je dan dus anxious wordt. Want ik ben op de naam gekomen toen ik in Amerika was, waar iedereen het woord anxiety heel graag gebruikt om alles. Ze hebben altijd om iets anxiety. En wij vinden dat, ik vind dat een heel heftig woord. Dat gebruik je echt alleen wanneer je klinisch iets hebt. Dat gebruik je niet zomaar random. En, maar als je lang genoeg in de cultuur bent, dan ga je vanzelf dingen overnemen. En ik zat toen op een gegeven moment dus met vrienden bij mij thuis. En ik had wel vaker avonden dat iedereen werkte in de muziekindustrie en iedereen werkte aan hele interessante projecten. En ze kwamen dan steeds muziek laten horen aan elkaar. En ik weet nog dat ik toen dacht, toen ik de aux-kabel in mijn handen had, toen maakte ik dat grapje. En toen dacht ik ook dat ik het zelf had verzonnen. Maar toen ging ik later op Urban Dictionary kijken en toen bestond het dus al. Dus iemand heeft het al eerder een keer verzonnen. Maar voor mij was het dus echt dat ik dacht van, oh ja, je moet nu ook een beetje af en toe. Ik denk dat jij wel kent als muziekliefhebber. Je moet altijd wel de volgende parel en de volgende parel. Maar ken je deze dan? En die is gesampled door deze. En dat is de overgrootvader van die. En zo ga je maar door. Maar op een gegeven moment gaat het, denk ik, als je zo doorgaat, gaat het niet meer over de muziek, maar gaat het meer over je ego daaromheen. Dat was Diewoetje Heuvelings, live vanuit het Amstelpark met kwetterende vogeltjes en langsrijdende auto's over het begrip anxiety. Welke omschrijving van anxiety heb jij het meest? Nou, ik heb het allemaal niet, geloof ik. Echt niet? Nee. Ik ben er een beetje overheen gegroeid. Volgens mij is dat ook... ik had het wel natuurlijk. Ik herken het wel. Ik bedoel, vroeger... degene die me het meest aanspreekt of waar ik het hardst op aansla, is toch heel herkenbaar. Dat is natuurlijk dat je een fase hebt gehad en die bij grote muziekliefhebbers duurt die best lang. Dat je goede smaak wil eten leren. Maar ik ben van dat punt ben ik voorbij. Ik weet je gewoon... wil nu heel graag je slechte smaak eten leren. Ja, zeker. Bovendien, het maakt me gewoon allemaal niet zo heel veel meer uit. Wat ik herken bij haar is een vermoeidheid die optreedt, waardoor je weer teruggaat naar waarom je hield van muziek. Toen je er niet een professionele mening over moest hebben. Dat is wat ik heel erg probeer te zoeken nu. Dat ik nu echt iedere keer die meningen over muziek
En dan, hey, ik zit in een industrie en ik werk op een plek waar je ontzettende mening over muziek moet hebben. Daar probeer ik heel erg van af te blijven. Dus in die zin herken ik misschien die tweede variant wel wat meer. Omdat ik gewoon probeer alleen maar te luisteren en naar dingen te gaan waar ik lol in heb. En waar ik, dat heb je eigenlijk af moeten schudden, die professionele outsiding. Ja, zeker. Ik denk dat ik zeker toen ik een jaar of 10 in de muziekindustrie werkte, echt nog aan de kant van de labels en ook A&R deed. Dan luisterde je alleen maar met professionele oren. En heel kort gezegd was de enige manier waarop ik op een bepaald ogenblik kon luisteren, wordt dit een hit of niet? Dat is grappig, want 10 jaar, die termijn herken ik wel een beetje. Ja. Ik heb ook de eerste 10 jaar dat ik bij 3 voor 12 zat, werkte, heb ik dat ook op een andere manier gedaan dan daarna. Ja. Ik ben het een beetje losgelaten, omdat ik op een gegeven moment ook gek van werd. Ja, het is gewoon niet leuk meer. En Diewoertje zei dat ook. Die zei, ik heb 10 jaar lang professioneel naar muziek geluisterd en nu zit ik in mijn eigen filterbubbel en luister ik naar Ethiopische jazz. Ja, je wordt er vervelend van, vind ik ook. En dat duurde wel bij mij best wel lang voordat ik dat van me afgeschud had, hoor. Ik bedoel, ik ben nog steeds wel een... In diezelfde periode, het loopt een beetje tegelijk. Je bent ook jonger, hè? Dus je hebt wat meer de behoefte om je te profileren aan de hand van je muzieksmaak. Die behoefte heb ik gewoon niet meer. Ik weet gewoon wat ik tof vind en waar ik op aansla. En ik sta zeker open voor nieuwe dingen. En waar ik ook heel erg voor waak, wat ook onvermijdelijk is, dat mensen met nieuwe dingen bij je komen en dat je het al een keer gehoord hebt, hè, en dan vaak beter. Dat je denkt van ja, maar dit lijkt zo ontzettend op iets. Maar en die opmerking wil ik dus nooit maken. Maar dit betekent, en ik vind dat ook echt, dat jonge mensen die nog minder dan 10 jaar in de muziekindustrie werken, van een niet te onderschatten waarde zijn. Absoluut. Of het nou muziekjournalisten zijn of boekers of, ja, of A&R managers, dat, ja, moeten... Daar moeten jonge mensen tussen zitten. Het is absoluut niet zo dat ik niet meer naar nieuwe muziek luister. Heel veel. Maar jonge mensen luisteren op een wezenlijk andere manier. Of mensen die nog niet 10 jaar lang dit al doen. Luisteren op een wezenlijk andere manier dan mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Absoluut. En die zitten dichter bij de bron waarom andere jonge mensen aanslaan op platen. Namelijk op wauw, te gek. En die worden niet lastiggevallen doordat het op de Talking Heads lijkt. En oh, die Talking Heads hebben net zo'n nummer. Dat is oude mensengezeik. En dat is ook, ik zeg dat eerlijk, dat is ook een van de redenen waarom ik veel verder van dat vuur af ben gaan staan. En dat is echt een bewuste keuze geweest. Omdat het is een young people's business. En ik vind dat mensen van een bepaalde leeftijd of een bepaald soort manier, zoals ik nu al over muziek praat, hè, in deze podcast, die hoort niet bij nieuwe muziek. Die moet gaan over, wauw, te gek. Rennen naar het volgende optreden in de Alfa. En huppakee, door naar de Bravo. En ja, wat, zit in het gras? Ben je gek of zo? Ja. Dat kan ik ook niet, hoor. Zitten in het gras op Lowlands. Oh, ik kan tegenwoordig, op Lowlands vind ik dat wat lastiger, maar ik kan tegenwoordig heel goed zitten in het gras bij een, bij een goed optreden. Of wat ik wel doe, als ik iets heel goeds heb gezien op een dag, daarvan genieten en niet denken dat het dan nog verbeterd moet worden met 3 andere shows die dag. Dat als je op een bepaald moment voelt, dit was gewoon het beste wat ik vandaag ga zien, dan lekker eten, daarvan genieten, wat drinken en dan nog wat gaan kijken. Maar niet blijven jagen op nog een keer dat gevoel, dat jachtige. Maar die jonge mensen die zo key zijn, die vliegen er nu wel allemaal uit, hè? Ja, zeker. Dat zijn de mensen die bij de boekingskantoren last in waren, ja, die niet de eigenaar van het bedrijf zijn. Nee. En die dus nu wel allemaal op straat komen te staan. Ja, ja, nou, en het, ja, is ook wel iets. Ik denk dat ik maak er 1 voorbehoud bij. Ik denk dat om de slagrondes waar wij het in de machine al een paar keer over hebben gehad, op het ogenblik echt de schil is geweest. Dat zie je overal. Dat ze echt proberen om de core van een bedrijf overeind te houden. Tuurlijk. Maar als we nog, ja, dit perspectiefloze beleid voor de live sector nog een half jaar in stand wordt gehouden, dan moeten ze gewoon in een eigen vlees gaan snijden. En dan wordt het echt een bloedbad. Terug naar die roman. Ik vind dat dus eigenlijk is het meer een soort memoire die ook als een soort therapie is geschreven. Omdat, dat vertelde Diewertje me, die druk op die positie die zij had wel heel erg hoog werd. Mensen vonden haar heel belangrijk. Dat zag je ook. Wij hebben ook bijvoorbeeld een keer een feature over haar geschreven. In de eerste jaren van Spotify moesten al die editors ook lekker naar buiten treden. Dat is ook een strategie geweest. Juist omdat Spotify wilde laten zien, ja, nee, maar die playlist, die worden door mensen gemaakt, niet door robots. Ja, zo ervaarden wij dat ook, hè? Want dat was natuurlijk bij de introductie van het platform, zijn dit soort bedrijven, Apple nog steeds trouwens, hele gesloten kantoren waarbij je nooit weet wie je moet bereiken. Ja. En Diewertje zat op Twitter. Ja, daar kon je mee DM'en. Dat was ook policy, hè? En daarmee, wat er ook gebeurde daardoor, was dat iedereen haar kende, iedereen haar wist te vinden. Maar ook dat ze overstelpt werd met muziek. Dat ze
ook op een gegeven moment steeds meer druk kreeg vanuit de muziekindustrie. Van ja, maar waarom staat onze artiest niet in die playlist? En als hij er wel in stond, waarom staat hij op plek 4 en niet op plek 1? En als hij, weet je wel, zo ging het maar door. Totdat op een gegeven moment zelfs fans... Jij kijkt toch ook altijd bij New Music Friday wat de opener is? Nou ja, tuurlijk, het is ook belangrijk. Zeker. Maar mensen gingen op een gegeven moment ook denken dat als ze niet in een bepaalde playlist of niet hoog genoeg in een bepaalde playlist stonden, dat ze niet bestonden. En dat werd zo'n enorme druk op die ene persoon die al die playlists samenstelde, dat ze gewoon echt gevlucht is. Nou, dat verhaal kun je later deze week lezen op 3 voor 12. Maar ik wilde wel eventjes deze roman vast noemen als iets wel een mooi inkijkje geeft in hoe die zowel die A&R kant bij een label werkt als die streaming diensten waar wij allemaal de afgelopen jaren zoveel gebruik van hebben gemaakt. Ja. En laten we één ding niet vergeten. Hè? We hebben het hier al deze zomer een paar keer over gehad. Dat Oxiety, dat wordt natuurlijk... waarom wij daar zo aansloegen op Jukebox, is precies dat. Het feit dat we het leuk vonden om eens een keer door andere mensen overdag... Uit je bubbel. Van wat vinden andere mensen te gekke platen? En hebben die van deze B-kant, van deze LP... in één keer het prijsnummer te pakken gehad wat wij altijd oversloegen? Dat was de lol ervan, van Jukebox. Moeten we ook maar weer eens opstarten nu de zomer voorbij is, toch? Ja, zomervakantie. We gaan weer terug naar Jukebox. We gaan weer terug naar Jukebox. Ja. Oké, de vooravond. Ja. Ja, er is een nieuw programma op het tijdslot van DWDD. De vooravond heet het, gepresenteerd door Renze Klamer en Fidan Eekis. Leuk, weer een talkshow. Waar moeten we het daarover hebben in de machine? Nou, omdat in de eerste week opvallend veel muziek in zat. Van Rolf Sanchez tot Stef Bos tot Davina Michel. En bijna elke dag een optredende artiest. En ook een beetje omdat Rins van Ganswijk, die eerst tot voor kort onze producer was bij Frank en Eva op 3FM, en daarvoor de muzieksamensteller van DWDD was, daar nu de muziek ook weer gaat doen. En dat is een leuke gast die goed kan praten, die goed kan uitleggen. Dus wij dachten, we gaan aan hem gewoon vragen, wat gaat de vooravond doen met de legacy van DWDD? Moeilijke vraag. Maar ook wel, eigenlijk, ja, dat is meteen het probleem. Zo'n legacy is natuurlijk dat de wereld erdoor heeft zo'n stempel gezet op wat muziek op tv zou kunnen zijn. Of welke rol televisie kan spelen voor muziek. Met de minuten is natuurlijk een heel lang belangrijk platform geweest voor nieuwe artiesten. Dat is later losgelaten, waardoor er ruimte ontstond om wat langer te spelen dan een minuut. Hè, en een grotere namen lang te kwamen. Weet je wat, Queens of the Stone Age, die een minuutje mochten spelen, dat zou nooit meer gebeuren. Maar dat zorgde ook voor dat we met dit nieuwe programma dus best wel een beetje zo zoekende zijn van ja, hoe kun je muziek dus op televisie brengen zonder dat je meteen constant die vergelijking hebt? En als die vergelijking is dat dan een probleem? En dat zijn best wel dingen waar we naar kijken. En wat bij de wereld door natuurlijk, ik kwam daar in het 15, dus het laatste seizoen binnen. En daar was muziek een soort volstrekt logisch onderdeel van het programma, omdat het al 15 jaar gedaan werd. En hier zitten we eigenlijk met een hele nieuwe, jonge, frisse ploeg, nieuwe presentatoren, hele nieuwe studio. Dat we gewoon best wel nog aan het kijken zijn van welke rol speelt muziek dan. En we komen er eigenlijk nu na de eerste week al wel achter dat het echt ontzettend leuk is om muziek te hebben in zo'n programma. Omdat het gewoon echt wel een de kers op de taart kan zijn. Of net even de sprankel kan geven die je graag wilt in zo'n programma. Je moet echt gewoon letterlijk op zoek ook naar in welke plek in de studio gaat dit plaatsvinden. Waar moet iemand gaan spelen? Ja, dat is vrij letterlijk wat er aan de hand is. Ja, want we hebben een hele nieuwe studio. En we hebben met publiek, en dat is best bijzonder, maar dat zorgt er dus ook voor dat we eigenlijk om bijvoorbeeld 20 mensen kwijt kunnen, hebben we eigenlijk de hele vloeroppervlakte van de studio al wel redelijk bezet met het publiek. Dus we waren in het begin ook best wel aan het zoeken naar, oh ja, we hebben podiumprakken, die kan ik verplaatsen, kan ik verschuiven, daarmee kan je een vloertje vormen. Maar hoe kun je die nou zo kwijt dat je ook je camera's kwijt kan en je publiek en nog een beetje afstand tussen je band kan garanderen? En dat was best wel zoeken de eerste week. En ik denk dat we nu eigenlijk na 5 dagen... De grap is dat we eigenlijk nu ongeveer weer een podium hebben op ongeveer dezelfde plek en dezelfde grootte als de wereld draait door had liggen. Want het lijkt gewoon een vrij ideale maat te zijn. Wat wel heel leuk is in deze studio, en daar zijn we nu ook wel echt mee aan het experimenteren, is dat we hebben heel veel schermen, heel veel LED, heel veel mogelijkheden om eigenlijk die ruimte helemaal te doen veranderen. En dat,
daar zijn we nu echt mee in het oefenen. We hadden hier vanavond Davine Michel bijvoorbeeld gast. En ja, als je dat terugziet, dan had ze ook in een stadion kunnen staan. Zo groot als het lijkt. Want wat bijvoorbeeld hier echt te gek is dat ze, de regisseur Henk, die heeft, dat is eigenlijk nu de hoofdregisseur van het programma, die heeft meegedacht in de studio en die dacht ook, we moeten een crane hebben. En ik weet niet of mensen ooit bij de wereld daardoor geweest zijn die luisteren, maar dat is echt een hele kleine studio. En daar hebben we dus nu een crane in staan. Dat is zeg maar een grote cameraarm en die kan over de tafel heen zwaaien. En die kan dus ook langs bands heen en de lucht in, waardoor je echt die hele ruimte open kan breken op beeld. Ja, en daar hebben we nog maar de topje van de ijsberg mee gedaan, wat we ermee zouden kunnen met zo'n crane. Dus die mogelijkheden zijn opeens veel groter geworden. Ja, precies. Nou, hebben jullie de eerste week, je hebt nou, nu over groots en stadion. Jullie hebben best wel grote namen gehad, in elk geval op Nederlands vlak. Hè? Rolf Sanchez heeft gewoon een nummer 1 hit te pakken nu. Davina Michel heeft dat gehad, is een bekende artiest. Stef Bos is langs geweest, heeft een nummer gedaan dat eigenlijk iedereen kent, denk ik. Is dat ook wel een beetje de koers? Dat het in principe wel wat minder cutting edge gaat zijn dan de wereld draait door was? Ja, dat is wel. Ik denk dat het landschap best wel veranderd is in 15 jaar tijd. En dat je nu wel een grote groep artiesten hebt, zoals een Davina Michel en een Rolf Sanchez, die best wel gewoon heel professioneel de boel aanpakken. Op een goede en slimme manier. En die dan misschien minder snel dus in de wereld erdoor terecht gekomen zouden zijn. Maar die hier dus eerder een plek kunnen vinden. Omdat ze toch die hits nu hebben en toch wel een frisse uitstraling hebben. En dat past ook wel, wat we met het programma ook wel willen bereiken, is een soort frisheid laten zien. En dan kun je denken bij Stef Bos, oude lul, nummer is 30 jaar oud, maar dat plaatsen we dan weer in de context van een item wat we dan bedenken. En zo proberen we daarmee om te gaan. En dat is ook heel erg zoeken, want men is bij televisie altijd een beetje bang voor muziek. Daar is sinds 15 jaar eigenlijk niks in veranderd, want muziek uitzenden is kijkers verliezen. Daar is echt helemaal niks in veranderd. Maar je maakt wel als programma een hele bewuste keuze om muziek toe te voegen aan je programma. Omdat je het belangrijk vindt dat het gebeurt. En omdat het, zeg maar, de mensen die niet weggaan bij het liedje, die krijgen een extra dimensie aan het programma toegevoegd. Ik werkte een tijd voor 3FM voordat ik hierheen ging. En toen belde ze van, hey, wil je muziekredacteur worden? En toen heb ik er best wel over nagedacht. Ja, ik zat eigenlijk best wel lekker weer op mijn plek. Een nieuwe middagshow bij 3FM met Eva Koreman, onder andere Frank van der Linden. Heel veel lol. Maar toen dacht ik, dat tijdstip tussen 7 en 8, waar de wereld eruit door zat, waar M ook zit de helft van het jaar. Dat is zo'n belangrijk tijdstip, ook voor de Nederlandse muziekindustrie, om te laten zien wat men kan en wat er voor moois bestaat. Het is een tijdstip waarop mensen nog niet moe zijn aan het eind van de dag en eigenlijk nog ruimte in hun hoofd hebben om nieuwe dingen te leren kennen. En ik hoop gewoon heel erg dat we met dit programma dat ook wel weer kunnen brengen. Dat we gewoon mensen kennis laten maken met dingen waar ze van tevoren niet van wisten dat ze het wilden leren kennen. En ik denk dat die rol, als we dat goed kunnen vinden, en met allerlei onderwerpen, maar vooral ook met muziek, dat we gewoon weer echt iets moois in handen hebben. En ik hoop dat we dat heel erg kunnen gaan maken komende weken. Ja, dat laatste is heel belangrijk. Hè? Dat wilde hij ook heel graag nog even toevoegen. Ja, maar hij zegt eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Want hij zegt, als je hem vraagt van, is de afgelopen week met de artiesten die daar zijn geweest, is dat representatief? Representatief, indicatief wat jullie gaan doen, dan beaamt hij dat. Hij zegt dus wel, Davina Michel, Rolf Sanchez, eigenlijk al grote gevestigde namen. Ja, hitgevoeliger. En ik snap ook wat hij zegt met artiesten die zo professioneel zijn en via zo'n andere lijn hun publiek vinden, dat het gek genoeg zouden ze door de wereld daardoor een tijdje genegeerd zijn, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd zegt hij aan het eind van het gesprek dat hij toch ook wel, en dat moet ook met een dagelijkse talkshow, dan op een bepaald moment is de koek echt wel op met Davina Michels, hè, en mensen die grote nummer 1 hits hebben. Daar heb je er niet 5 van per week. Nieuwe artiesten introduceren. En we weten natuurlijk zelf dat Rien zijn hart zelf daar ligt, omdat we hem goed kennen. Ja, hij komt uit de festivalwereld, hè? Zeker. Bandjes. Zeker, dus het is niet zo dat het genegeerd gaat worden. Maar ik meende ook al wel een beetje bij de introductie interviews van de show, of tenminste de dingen die het rondje kranten en grote interviews dat Renze en Fidan aan het begin deden. Daar kwamen wel een paar keer voorbij dat ze vonden
Zonder dat ze daarmee liepen te zeiken op hun voorgangers, dat de wereld daardoor vrij Amsterdams was, vrij randstedelijk. Grachtengordel, laat ik het maar gewoon zeggen. Weet je, dat is de sfeer die daaromheen stond. En dat kan ik niet helemaal ontkennen. Ik denk ook wel dat dat een beetje was. Dat was ook een beetje de vibe van die show. En dat zij was dan de tekst wat meer het land in wilde gaan. En daar hoort natuurlijk ook een wat bredere opvatting over artiesten op, denk ik. Ik vind het toch wel grappig als je hem zo hoort praten over muziek in je programma is zappen. Nou, dat weten we, dat weet iedereen. Dat weten wij ook als 3 voor 12. Hè. Dat is moeilijk om een festival op de tv te krijgen, omdat mensen het is moeilijk. Ja, en het is heel veel aanbod en online. Toch willen ze in zo'n programma als dit, kennelijk, want bijna elke dag is er een artiest geweest. Hè? Ja. Er is op een gegeven moment bij die persconferentie was er Kiki Schippers, die live in het programma een liedje ging bouwen, als het ware. Gewoon echt iets ging improviseren. Nou, dat is natuurlijk een gok of dat goed uitpakt. Een groot risico. Je kunt ook gewoon alleen maar die analytici klaarzetten om te analyseren wat Hugo de Jonge en Mark Rutte gezegd hebben. Ja. Maar toch wil je dus kennelijk die jus erin hebben die muziek geeft. Ja, nou ja, ik vind dat we dat nooit mogen vergeten. We hebben het er volgens mij in maart ook over gehad toen de wereld daardoor stopte. Met de legacy waar jij net al naar verwees. Het was gewoon een toendra voordat dat programma begon. En dan bedoel ik een toendra voor de muziekindustrie. Je kon nergens een groot, breed, miljoenen publiek bereiken. Hè, want daar hebben we het over. Met muziek. Het was inderdaad een wegzapmoment. En op die manier werd het ook behandeld door redactieleden. Dus je kwam er gewoon niet in. Want ja, wie wil dan zien? En al helemaal niet met je onbekende band. Het feit dus dat er een talkshow is. Maar ook, laten we niet vergeten, Jinek, die doet het dan niet helemaal geweldig op RTL4. Maar die heeft ook nog steeds regelmatig artiesten over de vloer, zeg maar. Er was een tijd vlak voor de wereld waardoor daar echt goede sier mee maakte, dat je gewoon helemaal niets kon met muziek op een breed medium als televisie. En dus is het gewoon, vind ik het dan nog steeds, moeten we alles toejuichen. Ook al vind ik, Davina Michel, Stef Bos, daar kunnen we van alles van vinden na deze ene week. Sowieso moeten we een programma niet na één week afserveren. Maar dat er plek is en dat mensen hun nummers en hun muziek tegen horen kunnen brengen, goede zaak. En als er geen artiesten meer zijn van het niveau Rolf Sanchez en Davina Michel, dan heeft het programma ook meteen alvast een oplossing verzonnen. Dan gaat de presentator het gewoon zelf doen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vergeving deze week een beetje toverwoord was. Of, zoals onze eigen Mark Rutte het formuleerde, volgens mijn Nederlandse waarde als mildheid en genade. Mildheid en genade. Heel Nederland mag knuffelen, omdat Vert het heeft gedaan. Je krijgt geen strafblad meer voor lijfelijk contact. Hoewel het CDA er deze week wel weer voor pleit dat sekswerk voortaan hard wordt aangepakt. Dus in plaats van seks voor geld wordt als beloning aangeraden mooie Nederlandse waarden zoals mildheid en genade. Mildheid en genade. Zie je Matthijs van Nieuwkerk dit doen? Nou nee, ik heb net even een heel klein beetje in mijn mond gekotst. Nou, het is wel dapper. Ja, het is zeker dapper. Maar het is meer Veldhuis en Kemper dan Acta en de Munnik. En die waren al voorbij de houdbaarheidsdatum. Maar goed. Ja, ze gaan proberen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Het is te flauw om het af te zagen, weet je wel. Ik vind inderdaad, ik sta bij wat ik hiervoor zei. Goeie zaak dat de muziek is op primetime televisie. Ja, en ze gaan er echt voor. Want ze hebben dus echt al veel dingen laten zien. En Rien's jongen met een muziekhart op de goede plek. Dus laat het maar komen de komende weken. Ja, Niels, dan zijn we er weer aan het einde van deze machine. Heb jij al op de Podcast Award gestemd? Dutch Podcast, hè? Dutch Podcast heet Dutch het. Podcast. Dutch Podcast. Ja, ik heb wel gestemd op mezelf natuurlijk. Ik kan niet ontkennen dat ik het ook heb gedaan. Echt? Ja, vreselijk, hè? Voor jou nou nooit verwacht. Nee. Over 2 weken is er weer een nieuwe machine. Tot dan, lekker stemmen. Vond je deze podcast interessant? In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals deze. Iedere vrijdag word je binnen een half uur bijgepraat over de beste nieuwe muziek. En dit zijn de andere releases die je vandaag nog voorbij gaat horen komen. In de 3FM New Music Friday podcast. Heb jij al van remmen gehoord? Ja, als in het werkwoord? Of? Sander Hoogendoorn en zijn muzikale vrienden brengen je op de hoogte en zijn daarbij altijd bloedeerlijk. Geen hol aan. Be My Little Quarantine, dan denk ik, ja, dat klinkt heel seksloos. Ja, ik vind het gewoon een heel vrolijk lenteliedje. En denk, oh, die is leuk voor op de radio, die ga ik veel draaien. 3FM New Music Friday, de podcast. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.